kwijt zijn in de bios. Het is echt erg. En grappig, we liggen gewoon weer op de bank. We hebben allemaal dingen tussendoor gezien. Het is nu een tijd. Ik was zo goed bezig, maar ik kan het gewoon niet laten. Het is maandagochtend en ik ben aan het opschieten, want wij gaan naar de bioscoop. Ik ga met Sarah en mijn moeder, want ik vind ze wat leuk als oma meegaat. En ik neem altijd zelf ons water mee, want ik ben heel erg tegen de verspilling van al die plastic flesjes. Volgens mij heb ik alles, dus dan kunnen we gaan. Mijn moeder moet ook, ja, als we nu naar buiten lopen, komt ze als het goed is aangereden. Wij zijn in de bios en het is echt erg, want dit gebeurt er dus als Sarah popcorn van oma krijgt in de ochtend. Die bak is bijna net zo groot als Sarah. Die ziet jou bijna niet. Het is echt niet normaal. Ja, is mijn bak nog groter, dus ik mag eigenlijk niks zeggen. Ik ben gezellig weer met Kitty. En jij ligt altijd daar als ik zeg van jij bent altijd. Echt, het lijkt echt wel wat heel ongezellig zijn, maar dat is niet zo. We gaan even film kijken. We hebben geen zin om iets te doen. Marcus is aan het klussen. Dus ik kan nu niet heel veel doen. En grappig, we liggen gewoon weer op de bank. We hebben allemaal dingen tussendoor gezien. Het is nu een tijd. Het is stoffig nu, hè? Ja. Ik had het net ook al. Je wordt gestuukt in huis, dus het is heel stoffig. Dus dan ga je leuk van niezen. Maar goed, we hebben gegeten alles en nu liggen we gewoon weer hetzelfde. A Fall from Grace. Ik heb hem volgens mij niet gezien, dus dan... Oh, hij is ook heel nieuw. Hoe zie je dat? 2020 staat er. Oh. Ja, ik vind bijna alles. Alleen films die ik pas gezien heb of zo, dat vind ik niet zo leuk. Welke? Nee, zelfs ik een film pas gezien... Weet je, jij liet ook gisteren die Old Guard zien. Van nee, gisteren was dat vorige week. Oh. Maar ja, die heb ik net nog geen week ervoor gezien. Dan vind ik hem niet echt boeiend, want dan weet je letterlijk alles wat er gaat gebeuren nog. Kitty is weer in huis. En het was trouwens best wel echt een goede film. A Fall from Grace. Hij staat op Netflix. Wij vonden hem echt wel leuk. Hij boeide wel echt heel erg. Dus dat is onze filmtip. En nu ga ik even achter de computer editen. En vanavond maar een gezonde snack. Ik was zo goed bezig. Maar ik kan het gewoon niet laten. Want toen bedacht ik me dat ik deze nog heb. En dit is echt de lekkerste chocola. Chocolate from heaven. En dan gewoon dat je weet als je hem openmaakt hoe lekker dit gaat zijn. Oh, en het erge is, ik kan zo de hele reep opeten. Maar dat moet ik echt niet doen. Oh, het ziet er al lekker uit. Dit is echt de best ever. Oh. Dit is almond caramel sea salt. En ik ga hem niet helemaal opeten. Ah, ik voel me echt slecht dat ik die chocolade heb gegeten. Maar het was zo lekker. En nu is het tijd om ook mijn bed hier in te gaan. Iedereen slaapt al. Marco is pas net naar bed, dus het valt mee. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!